Een onoplettende truckchauffeur was er vanmiddag de oorzaak van dat de Charlesburgweg zonder elektriciteit kwam te zitten. We waren ter plekke en brengen nu het volgende verslag. De bewoners van Charlesburg en omgeving zijn nu even verzoken van elektriciteit. De reden daartoe is deze truck die de laadbak was nog omhoog en heeft die kabel, die elektriciteitskabels hier allemaal losgetrokken. Met als gevolg dus een grote stroomonderbreking hier in deze buurt. Die truck staat er en we zien nog niemand van EBS hier die werkzaamheden verricht om deze stroomonderbreking op te heffen. Feit is dat dus de mensen hier allemaal zonder elektriciteit zitten. We gaan kijken of we met iemand kunnen praten die ons kan vertellen wat er precies hier is gebeurd. Dus hij was gekomen, hij heeft zand gezet. En daarna dat toen hij wegging, heeft hij het bak niet gezakt en we gingen schreeuwen voor hem. Oh. Zoveel mensen gingen wenken voor hem, maar toch hoorde hij het niet. En hij is gewoon gekomen, hij heeft al die kabels getrokken. Ja. En waren er lichtflitsen of zo? Of? Ja, heel veel. Het was even eng, hè? Jawel. En vanaf toen geen stroom hier? Nee, helemaal niet. We hebben hier geen stroom hier op de bakkie. Luka afstand, pamasaka santi of dan grens of samasaka. Daar hebben we hier geen stroom. Dan op de bak. Dan nu meer voetrama me voor. Dan abaki de bem asaka da opo. Dan zijn we abaki in opo nu. Dia doro jada sakabaki. Dia ma doro makot alasan ida ma sakabaki. Ma we si wan belaka belaka san dapat lok tu. San be sa. Be na ma bo deden na truk tu e fa ma be deden na baki tu. Ma be tek faya. Ni si mi no sabi e fa ma tek faya ma ina luku jama fro e ka elexa ka dama. Ina microphone mi so fara e ka elexa ka amare na nga opo baki. Een ooggetuige die aangeeft dat de chauffeur geluk heeft gehad. Het had erger kunnen aflopen, want het bovenste deel van de truck vatte even vlam. Intussen zijn de werknemers van de EBS drukdoende de stroomonderbreking op te heffen. Volgens een andere buurtbewoner is het niet de eerste keer dat zo'n ongeval zich heeft voorgedaan. De ondernemers in de buurt hebben ook aangegeven er last van te ondervinden. Want naast deze ongevallen heeft Charlesburg en omgeving de laatste tijd vaker te kampen met stroomonderbrekingen.